Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar doet er eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."